allemaal, wij gaan vandaag op weg naar de Minidoc Fun Show in Den Bommel. En daar gaan we eens een leuk verslag van maken. Toch, Bruce? Yes, hij heeft er zin in. We zien jullie daar. Het ziet er super groot uit. We kwamen net al een lichtbord tegen met parkeren voor het event hier links. Nou, jullie hebben kunnen zien dat het parkeerterrein nog super vol staat. Dus ik denk dat het heel erg druk is. En volgens mij is het daarachter. Jullie zien het zo. Oké, we maken net echt iets super geks mee. Deze oversteekplaats hier. Nou, je zou zeggen dat als je groen licht hebt als voetganger, of nou ja, dat was een fietsersovergang, je zou zeggen dat je dan over mag steken, maar nee. Op het moment dat je overloopt, wordt het dus voor de auto's hierachter ook groen. Dus dat was een mooie sprint. Een Chihuahua-dag is gevaarlijker dan je denkt. Dit is het snuffelkussen. Het snuffelkussen is een grote mat met strookjes erop. En tussen de strookjes doe je broekjes, soort snoepjes. Zodat je hond optimaal kan eten en snuffelen naar lekkers. Het trainen van de neus is heel belangrijk voor een hond. Hij heeft heel veel reukzintuigen, 10 keer zoveel als die van een mens. Die op zo'n manier optimaal gestimuleerd kunnen worden. Het is een ideaal middel tegen schokken. Maar ook gewoon een uitdaging om je hond gewoon actief te houden. Zoals bijvoorbeeld puppies. Om de gewrichtjes te ontlasten. En vooral met slecht weer. Een half uurtje snuffelen is gewoon gelijk aan de grote boshandeling. Dus een ideaal middel voor huis. En is ook nog lekker zacht om op te liggen. Jongens, het is echt super groot. En er zijn heel veel kraampjes. En ik doe mijn best om zoveel mogelijk voor jullie te filmen. Ik sta nu zo ergens in het midden. En ik moet zeggen, het is wel bloedheet hoor. Maar ja. En bezoek zeker alle stands hier buiten en binnen even. Ik heb zojuist ontdekt dat er dus nog meer kraampjes zijn. Het is gewoon simpel om de hoek. Ik ga het jullie laten zien. Nou, je ziet het. Het is echt super druk hier. En heel veel hondjes. Weinig Zoe's. Zoe vindt het ook hartstikke leuk en die is super hyper. Ah, oh, dat is. Die slaapt dadelijk. En
Ja, het is eigenlijk schitterend weer. Het is wel lekker zo. Ja. Dus ik ben goed verbrand. Goeie muziek. En we zijn in het losloopgebied. Nou jongens, ik heb Henriët gevonden, de organisator van dit evenement, samen met haar dochter. Hallo! Kijker! Hey, wat vinden jullie ervan? Nou, we vinden het waanzinnig leuk. Het weer zit helemaal mee, misschien net iets te warm. Maar ja, daar gaan we niet over piepen natuurlijk, want we hebben de laatste week alleen maar slecht weer gehad. En we zijn heel blij met de locatie, want we hebben nu zoveel ruimte, dat je eigenlijk gewoon de mensen niet eens ziet lopen. Maar we hebben weer heel veel bezoekers gehad. Ik geloof dat we nu aan de 1200 bezoekers zitten. Dus we hebben het weer hartstikke leuk gedaan. En natuurlijk heel veel hondjes, hè? En heel veel hondjes gekeurd. Waarvan ook Franse buldogjes en naakthondjes. En vlinderhondjes heb ik gezien. Echt, ik heb van alles gezien. En iedereen is reuze enthousiast. Dus dat maakt onze dag ook weer goed. Ja, dus op naar volgend jaar! Ja. Nou jongens, het zit er weer op. Het was hartstikke gezellig. Oud-Hollands gezellig. Oud-Hollands gezellig. Misschien een volgende keer weer. Ja, de hondjes zijn moe. We gaan ze meenemen. Ja, Zoe is helemaal kapot. Ja, en Bruce heb ik hier. En het is mooi geweest. Lekker naar huis. Tot de volgende keer. Doeg! Doeg.